Hallo lieve mensen en welkom weer bij een nieuwe video bij Blommiestaal. En ik ben Belinda en vandaag hebben we weer Blommiepost. En dit keer is het inkomende post. En ik wil twee dingen laten zien. En dat is een sneeuwbeel die ik heb gekregen met sneeuwmailticketje. En een pocket letter die ik heb gekregen via Instagram. En die bewaar ik voor straks. En ik laat eerst even deze geweldige sneeuwmail zien. Deze is gemaakt door Marjolein en ik ben onlangs lid geworden van Sneeuwmail Inspiratie NL. Dat is een Facebookgroep en daar hebben ze sinds kort een sneeuwmailticketje. Je geeft aan wat je leuk vindt om te ontvangen. Iemand anders tikt je en die maakt dan voor jou binnen 14 dagen dus een sneeuwmail. Ik heb iemand getikt die graag een sneeuwmail over koffie wilt. En ik heb gevraagd om een lama alpaca, ja natuurlijk, sneeuwmail. En dit heb ik van Marjolein gekregen. En moet je kijken hoe leuk dit is. Het is een heel mooi alpaca karton. Kijk eens, en hier aan de zijkant zit er een mooi randje. Daarnaast zit er een fantastisch stansje die ik dus niet kende. Met een alpaca erop. Great. Als je hem open doet, zie je deze geweldige hello, how are you? En dan zitten hier een aantal hele leuke labeltjes in die ik zeker ga gebruiken. Ontzettend leuk gedaan. En een hele mooie roset. Ook met alpaca. En aan deze kant zit er ook nog een leuke roset. Mooie pijl zit erop. Daarnaast zit hier een brief van Marjolein en nou, die heb ik al gelezen. En je kan het geheel, ik zal dit even aan de kant leggen. Kun je zo dichtklappen. Dit is de achterkant. Homemade with love. Nou, ik vind hem geweldig. En ik vind het ook een ontzettend leuk voorbeeld. Ja, hoe een klein, hij is net wat kleiner dan een ansichtkaartformaat, maar hoe leuk het kan zijn. Dankjewel Marjolein, ik weet niet of je kijkt, maar ik vind hem ontzettend leuk geworden. En ik zal nog even een linkje plaatsen van Sneeuwmail Inspiratie NL hieronder in de comments of in de beschrijving. Dan mocht je lid willen worden, dan kun je daarop klikken. Nou, dat was deze. Dan kreeg ik deze prachtige envelop met een baboeska erop. We hebben een stippensneeuwmailronde gedaan op Instagram en het thema was baboeska. Het was een pocket letter en deze envelop kreeg ik van haar. Dit is gemaakt door Bientje Beer en kijk eens wat een ontzettend mooi folklore tapeje. Daar hou ik van. En wat zit erin? Nou, echt gewoon ontzettend veel. Er zit ook een pocket letter in, maar heel veel andere dingetjes. Heel leuk. Ik vis al deze eruit. Geweldig. Ik denk dat het een magneetje is. Die vind ik super leuk. Kijk eens, een hele mooie paperclip. De pocket letter. En nog wat extra zakjes. Die leg ik even aan de kant. En een geweldig mooi etui. Oh, er zit een stickertje op. Geweldig mooi etui. Nou, daar ben ik echt heel blij mee. Die vind ik heel leuk. Ook zo lekker folklore waar ik van hou. En ik wil even laten zien hoe mooi de pocket letter is. Kijk eens hoe leuk die is. En ik doe even de camera omhoog. Zodat je hem in zijn geheel ziet. Dit is hem geworden. Hartstikke mooi. En dan zal ik met mijn trillende handjes hem even omdraaien. Zodat je ook de achterkant ziet. En dit is de achterkant. Daar zat nog een briefje bij en een fotootje van haarzelf met erop groetjes van Bientje Beer. Dus dat vond ik hartstikke leuk. Maar ja, ik heb een YouTube kanaal, maar dat wil niet zeggen dat anderen allemaal op de foto online willen. Dus daarom heb ik dat er even uitgehaald. En de brief hou ik natuurlijk even voor mezelf. Maar dit is hem geworden. En wat ik zo leuk vind, is dat er allemaal getekende baboeska poppetjes op staan. Hartstikke leuk. En zij heeft aan de voorkant dus opgeschreven brief, postzegels, stickers, kopje thee. En dat ieder vakje ook gewoon een ander kleurtje heeft. Hij is zo vrolijk met een bedeltje eraan. Heel leuk. En dan gaan we nu
Even kijken wat er in deze leuke zakjes zitten. Oh, nou, mijn babushka hart gaat helemaal open. Kijk eens wat leuk. Oh, ik moet het wel in de camera doen. Oeh, wat een mooie. Just for you. Deze is ook leuk. En die. Geweldig. En dan zit hier nog wat in. Oh, leuk. De posterplaatjes van de lama, van de kruidvat. Oh, en mijne waren bijna op. Dus ik ben hier heel blij mee. Daarnaast zitten er nog hele lieve mini-kaartjes in. Hè, die je ergens in de sneeuwmail erbij kan doen. En er zitten mini-envelopjes. Vind ik ook zo leuk. Kijk eens ook wat leuk verpakt. En ook zo'n leuk labeltje erbij. En nog een zakje. Nou, Bientje Beer heeft mij enorm verwend. Ook zo'n mooie sticker zit erop. Die bewaar ik natuurlijk, hè, want die plak ik allemaal in mijn bullet journal. Oh, met het mooie lintje. Kijk eens. Wat een prachtig lintje dit is. Helemaal vol kleuren. Nou, daar ga ik wat mee naaien. Ik weet nog niet wat, maar ik weet zeker dat het goed van pas komt. Dat was het voor deze pocket letter. En die worden georganiseerd door mevrouwtje Stip op Instagram. Ik zal ook daarvan de link hieronder inzetten. Maar zoals jullie weten ben ik zelf mevrouwtje Stip. En vind ik het leuk om stippensneeuwmails te maken en swaps. En het komend jaar, of dit jaar, hebben we nog 3 rondes met de stippen. Met mevrouwtje Stip, swaps en snails. Dat is een backflip met sprookjes. Een kinderswap en we doen nog een adventsronde. Dus dat je 24 pakjes maakt voor de decembermaand. Dus wil je aan een van die activiteiten meedoen, word even lid. Of volg even mevrouwtje Stip bij Instagram en dan kun je alles daarover vinden, alle informatie. Nou, dat was het voor deze keer. Een heerlijke dag en tot de volgende keer. Dag!